Op tweede paasdag in Hengelo in het FBK-stadion vindt de halve marathon plaats. Onder leiding en organisatie van Pim Mulier, atletiekvereniging Hengelo, zal dan de halve marathon plaatsvinden. Vandaag spreek ik met een aantal van de toppers die op de halve marathon aan de start verschijnen. Dus stel eens je aan je voor en wij namens Sportvoeding Webshop zijn van de partij. We gaan hele mooie dingen doen bij de finish. Ik ga je vast wat laten zien. Het heeft hiermee te maken met onze bidon en daarover straks meer. Eerst even een voorstelrondje aan de toppers die aan de start verschijnen. En ze hebben nog de nodige tips voor jou. Ik denk aan die zelfde hier van de mannen. Oh ja. Hij loopt doof. Hij loopt ook helemaal niet. Ik heb een ander doof voor tweede paasdag. Maar wie van jullie dan wel mee? Ja, ik Sam, wel mee. Ja. Thijs, ja. Bianca. Michiel? Nog, Wat zei je, Kasper? Ik ben speciaal naar de kapper geweest voor deze shoot. Kan ik dat ook nog eens declareren? De uren. Moet je declareren, ja. Met een aantal toppers van de club. En dan gaan we even aan jullie voorstellen. Deze mannen en dames gaan strijden op de halve marathon. En we gaan even kijken wat ze gaan verwachten. Wie hebben we het genoegen? Hey, ik ben Sam, Sam Landman. En ik loop de halve in Hengelo als voorbereiding op de Heerlen in Enschede. En wat is jouw doelstelling, Sam, op de halve van Hengelo? Nou ja, ik ben heel tevreden als ik 1:12 loop. Perfect. Ja? Oké, okay, dankjewel. En met wie hebben we het genoegen? Ik ben Bianca Votkamp. En ik weet nog niet, eigenlijk niet welke afstand ik ga lopen tijdens de halve van Hengelo. Of de 15, of de halve marathon. Doelstelling, ja, blijf altijd een PR te lopen, maar ik weet natuurlijk nooit van tevoren of dat gaat lukken. Oké. Okay. Wie hebben we hier? DJ? Hi, ik ben Thijs Teunissen. Ik heb de afgelopen 2 jaar in Enschede halve gedaan. Ik wil dit jaar graag in Hengelo de halve doen. Ik heb nog niet echt een verwachte eindtijd, maar ik wil wel mijn prijzen meedoen. En ik wil dat Sam 1:12 wil lopen, dus dan zou ik ook die richting op moeten. En wat jou, gaat dat lukken Thijs, denk je? Nou ja, ik hoop het wel natuurlijk, maar ik moet wel een PR lopen als ik met Sam mee wil. Dus. Maar waar staat je huidige PR op? 14. Oké, okay, hartstikke goed. Dat wordt een uitdaging. Ja. Sam? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben bijgenomen. We gaan het zien. Of ik hem, ja, dat weet je ook niet. We gaan het zien. Michiel, runningcenter Enschede. Ja, ik ben Michiel Snuvering. Ik heb hier ook al een flink aantal keer gelopen. 2 keer 2 geworden hier op de halve, dus het zou wel gaaf zijn om een keer te kunnen winnen. Dus, maar goed, dan moet ik wel deze mannen ook nog verslaan. En Michiel, wat is jouw PR op de halve marathon? 1:11. 1:11. En waar heb je hier gelopen? Op verschillende plekken. En je PR staat in welke, de 1:11, waar staat je PR? In Schorrel, bij de Goede Schorrel. In Schorrel. Ja. De verwachting dit jaar, 1, 2 of 3? Of durf je daar niet over uitspreken? Ik ga altijd voor 1. Dus. Altijd voor 1. Ja. We gaan het zien. Tweede paasdag, we gaan het zien. En als last but not least, Kasper. Ja, ik ben Kasper Koelma. Ik weet ook nog niet welke afstand ik ga lopen bij de halve van Hengelo. Maar ik ga er gewoon een mooie wedstrijd van maken. Heb je een bepaalde eindtijd in gedachten, Kasper, wanneer je tevreden bent? Of wil je daar niet aan wagen? Ja, 1:11, 1:12 ongeveer meestal. Strakke tijden. Ja. Oké, okay, dit zijn de toppers van de halve marathon in Hengelo. Er zullen nog veel meer toppers bij zijn. Snelle lopers, minder snelle lopers. Maar allemaal van harte welkom op de halve van Hengelo. Namens Sportvoeding Webshop zullen wij bij de finish een bidon uitreiken met sportdrank. Zodat je na de wedstrijd weer snel kan herstellen. We wensen je allemaal superveel trainingsplezier. Ook namens deze rappe mannen en dames. En we zien je graag op tweede paasdag in Hengelo in het mooie FBK-stadion. Tot dan. Oké. Okay. Sam, kun je iets vertellen over jouw trainingsvoorbereiding op een marathon en op een halve marathon? En heb je nog tips voor lopers die op dit moment in voorbereiding zijn op een halve marathon? Ja, gewoon lekker schema volgen. Ik bedoel, je kunt ze of van je trainer wel krijgen of van internet halen. Mm-hmm. En ja, gewoon een beetje goed aan het schema houden. En dan komt het vast goed op de halve. En heb je tips met betrekking tot een bepaalde inspanning? Zeg je van, goh, het is juist verstandig om je te houden aan een bepaalde hartslag? Of zeg je van, is het met name trainen op afstand? Heb je daar nog tips over voor de mensen die trainen aan het zijn voor een halve? Voor de halve marathon is het wel belangrijk dat je ook de nodige kilometers maakt. Mm-hmm. Dus dat je ook lange duurlopen doet. Wel meer dan die 21 kilometer loopt. Tenminste, dat doe ik zelf. Als je een beetje op niveau meeloopt, dan is dat wel belangrijk om ook je lange duurloop te doen. En die inderdaad niet te snel te lopen. En dan is een hartslagmeter een heel goed hulpmiddel. Oké. Okay. Thijs, we zien jou ook in het Twentse circuit altijd in de prijzen lopen. Heb jij nog wat gouden tips over hoe jij jouw trainingen doet voor de mensen?
Nou ja, zelf train ik in principe heel veel voor de 5 en 10 kilometer. En af en toe een keer 15, dus een halve is al een behoorlijk eind voor mij. Wat ik zelf nog wel eens heb, is dat ik me heel erg ga focussen op zo'n halve. Mm-hmm. En dat ik er eigenlijk te veel mee bezig ben. Dus ik probeer vooral ontspannend er naartoe te trainen. En niet heel erg gaan focussen op een bepaalde tijd of een bepaald doel. Of als dit niet goed gaat of dat niet goed gaat. Ik probeer gewoon op tijd in de wedstrijd te komen en ontspannen weg te gaan. En dan komt het vaak beter goed als je heel erg gefocust ergens op weg gaat. Oké. Okay. Heb je nog een tip? Zeker. In de voorbereiding op de halve kun je ook andere wedstrijden lopen en dan moet ik de Wolderes lopen. En die zijn ook heel goed om je daarop voor te bereiden, van een 10 of 15 kilometer daar te lopen. En raad je dan aan, Sam, om juist de 10 te lopen of juist een snelle 10 of toch een 15 en dan die iets minder snel te lopen? Nou, ik doe zelf de 10 omdat ik gewoon wat snelheid op wil doen, mm-hmm. Maar dat is voor iedereen heel erg verschillend, denk ik. Voor sommigen is het ook belangrijk om wel wat langer op tempo te lopen en dan is de 15 ook een goed alternatief. Maar zelf doe ik meer op de 10 om weer een klein beetje meer snelheid op te doen. Oké. Casper, je hebt verschillende marathons al gelopen en met name op de wat langere afstand is het gebruik van voeding en drank heel erg belangrijk. Ik weet dat je daar heel erg mee bezig bent. Kun je wat tips geven voor de luisteraars en voor de kijkers met betrekking tot het gebruik van voeding? Heb jij ideeën hoe je dat het beste kan aanpakken? Nou ja, vooral uitproberen wat je goed bevalt en oefenen tijdens training. Drank, jelletjes, repen zou ik niet nemen onderweg. Mm-hmm. Eerder voor of na, maar vooral voor tijdens drank en jelletjes. En je geeft de voorkeur aan vloeibare voeding, hè? Zeg je al, aan gels. Heb jij daar een bewuste reden voor? Ik denk dat het goed is. Dus ook wel, de voeding wordt vele malen sneller opgenomen. Is dat ook de reden dat jij kiest voor gels in plaats van voor repen? Ja. Ja? En dat vaste voeding, dat krijg je eigenlijk niet weg tijdens inspanning. Wist ik niet. Nee. En de jelletjes en drank wel. Oké, okay, ja. Dankjewel. Michiel, ook aanwezig op de halve van Hengelo op tweede paasdag. Heb jij nog ideeën hoe jij het beste je drank kan aanpakken? Hoe jij drinkt voorafgaand aan de wedstrijd? Kun je daar iets over vertellen? Dus voordat je start met de wedstrijd? Ja, voor de wedstrijd drink ik eigenlijk niet zoveel. Ook omdat dat je dan, als je vlak voor de stad nog heel veel gaat drinken, dat je dan juist heel veel water in je lichaam hebt. Mm-hmm. Dus, dan moet je alleen maar van plassen. Mm-hmm. Dus probeer wel tijdens de wedstrijd zo snel mogelijk, dus bij 5 kilometer bijvoorbeeld al, bij 10, dat je dan alvast wat sportvoeding neemt. En inderdaad, wat Casper net al zei, het liefst opgelost of in een gel, zo goed wel mogelijk. Oké. Maar wel blijven drinken tijdens de wedstrijd. Ja. Michiel, heb jij nog trainingstips voor de mensen die in voorbereiding zijn op de halve marathon? We hadden net wat tips van Sam, die zei van de Wolderes lopen zijn wat mooier voorbereidingslopen. Heb jij zelf nog tips met betrekking tot trainingstechnische aspecten om een goede halve marathon te lopen? Zowel voor de beginnende lopen misschien als misschien wel voor de wat meer gevorderde lopen? Ja, ik denk echt dat mijn tip niet specifiek uitmaakt voor of je beginnend of gevorderde lopen bent. Het is denk ik belangrijk om heel gevarieerd te trainen. Dus naast de lange duurloop die voor de hand ligt als je de halve gaat lopen, ook korte werk te doen waarin je wat interval, wat op hogere hartslag loopt. En dat kan voor een beginnende loper, kan het beginnen met 1 minuut snel, 1 minuut langzaam. En je kunt het ook uitbouwen naar 5 minuten snel, 2 minuten rustig of zo. Oké. Okay. En daarnaast ook misschien nog wat ertussenin, tempo's in het bos en dan 4-5 kilometer achter elkaar proberen. Oké, okay, dankjewel. Natuurlijk zijn er heel veel mannen aanwezig op de halve van Hengelo. Maar er zijn ook de nodige dames natuurlijk die aan de start van het vertrek staan. En een van die dames is Bianca, we hadden al van een keer vaker gezien zojuist. En we hebben natuurlijk ook wat tips van Bianca voor de dames. Dus we zijn heel benieuwd wat jouw tips zijn, Bianca, voor de ladies. Wat zijn jouw tips op het gebied van lopen? En je bent de sneller loopster, heb jij nog bijzondere tips? Eigenlijk wat de mannen ook al hebben gezegd, inderdaad, gewoon lekker je ding doen, niet te veel afhangen wat anderen doen, gewoon lekker zelf je eigen ding doen, dus als je hard wil gaan, dan doe je dat lekker en als je zelf zegt, van, nou, doe een beetje rustiger aan, nou, dat is ook altijd goed, het is gewoon altijd al gewoon goed dat je meedoet. Ik vind altijd echt heel erg leuk dat er echt heel veel vrouwen altijd aan de stad staan bij hardloopwedstrijden. En, wat ze ook al zeiden, een beetje gewoon verschillende dingen trainen. Inderdaad, lange afstanden, maar ook gewoon lekker interval, lekker kort en hard. En wat is voor jou een lange afstand, Bianca?
Als je zegt van lange afstanden, wat is voor jou lang? Ja, ik doe hetzelfde als de jongens. Als mm-hmm. Voor een halve trainer dan toch echt wel kilometers, 25, 26, 27 kilometer lopen. Als lange, langste duurloop. En ja, dus dat vind ik dan wel lang. Oké. Okay. Kun je iets vertellen over jouw voeding? Wat je zoal gebruikt op een halve marathon? Gebruik je überhaupt voeding tijdens een halve marathon? Of? Ja, ik doe ook meestal jelletjes mm-hmm. of gewoon een bido met sportvoeding. Oké. Okay. Ook gewoon omdat ik zelf merk dat je anders aan het eind gewoon helemaal leeg bent. En als ik onderweg toch iets van een jelletje of sportvoeding neem, dan heb ik gewoon aan het eind ook nog wat meer energie om het tot aan de finish gewoon volle bak te kunnen gaan. Oké, okay. Hartstikke fijn, dankjewel. Mensen, we gaan jullie zien. Tweede paasdag, heel veel succes en... make it happen. We gaan zien. Wie gaat, we gaan de strijd aan met deze toppers. En we zijn heel benieuwd wie het podium mag gaan betreden. En we gaan het zien. Namens Sportvoeding Webshop zullen wij dus van de partij zijn. En in het mooie FBK stadion in Hengelo. Waar ik hier even naar binnen loop. Ter voorbereiding. Waar het nu nog rustig is. Waar niemand op de tribune zit. Maar dan ook echt helemaal niemand in het stadion is. Een fantastisch stadion met... legendarische tijden die hier zijn gelopen en mooie sportmomenten die hier zijn beleefd. En we gaan ook mooie sportmomenten van jou wellicht zien. Tweede paasdag hier in Hengelo op het FBK-stadion, het Fanny Blankenskoen-stadion. Tweede paasdag is het zover. Vandaag spreek ik met onder andere Casper Koelma, Thijs Teunissen, Michiel Snuverink, Bianca en natuurlijk niet tevreden Sam Landman. Zij gaan op tweede paasdag strijden om de snelle tijden, om het podium. En wij namens Sportvoeding Webshop zijn ook van de partij. En dus deze bidon, die gaan we bij de finish uitreiken. Vanaf hier, vanaf het middenterrein, waar het nu nog helemaal stil is. En aan het einde van de dag, na de finish, na je halve marathon, staat deze bidon klaar. Gevuld met sportdrank, zodat je na de finish zo snel mogelijk kan herstellen. Wil je meer informatie, ga dan even naar onze website sportvoedingwebshop.com. Je vindt daar nog vele tips over hoe je een halve marathon optimaal kan voorbereiden. Hoe je voeding gebruikt, hoe je sportvoeding gebruikt, gewone voeding, basisvoeding en je ontbijt. Maar je gaat ook nog meer tips krijgen van Casper, Michiel, Bianca en alle anderen. Dus laat je meenemen door de tips die zij hebben. Ik zie je graag op tweede paasdag. Ik ben er zelf ook van de partij. Tot in Hengelo op het FBK-stadion. Veel loopplezier en geniet er nog van namens de atletiekvereniging Hengelo, Pimmelier en natuurlijk namens sportvoedingwebshop.com. Heel veel trainingsplezier en superveel succes. Tot de tweede paasdag. Tot dan.